jongens en welkom bij een nieuwe Pas op Kiesel vlog alweer. Ja, ik vind het leuk, jullie vinden het leuk, dus why not? Ik ben in Almere en ik ga eventjes wat winkels kijken. Ik heb nog ongeveer anderhalf uur totdat de winkels dicht gaan. Het is zondag en ik was 2 dagen geleden ook eventjes kort in Almere. En toen heb ik in de Primark wat dingetjes gepast, dus dat ga ik er voor jullie ook nog eventjes inplakken. Dus dat was 2 dagen geleden. Hey jongens, ik ben in de Primark en ik ga even onverwachts. Ik ben nu in Almere en ik had nog een uurtje om te winkelen, dus ik dacht ik ga eventjes kijken. Dus ik ga even wat dingen passen bij Primark. Ik ben trouwens bang dat deze niet past, maar hij was er niet in een andere maat. En ik wil hem wel even proberen. En wat sale dingetjes. Dus lekker spontaan toevoegen aan de Pas op Kiesel vlog. En deze trui is trouwens van H&M, die heb ik laatst ook laten zien in de video. Deze trui is afgeprijsd naar 7 euro. En ik had hem eerder al eens gezien, toen vond ik hem wel leuk, maar niet geweldig. Dus ik moet even kijken of ik hem dan nu, omdat hij in de sale is, wel wil. Ik wil niet omdat het nu goedkoper is kopen als ik hem niet echt leuk vind. Ik vind het lastig. Ik denk dat ik hem niet heel leuk vind. Op zich vind ik het wel leuk dat zeg maar hierachter het wat langer is. Een beetje poofy. Wat vinden jullie? Ik weet het echt niet. Ik denk dat ik hem niet... Ik weet het niet. Ik vind die kleur... De kleur vind ik altijd wel mooi staan. Maar ik denk dat ik het model niet zo mooi vind. Een beetje kort en vormloos. Ja. Nu de blouse aan. Deze is 13 euro. En ze hebben nu weer, behalve de winterdingen... Daarvan is heel veel de sale. En voor de rest hangen er best wel veel zomerdingen. Maar ik dacht wel dat ik hem te klein had gepakt. Hij is trouwens echt super mooi rood. Maar op beeld is hij een soort oranje. Beste klanten, we hebben een grote aanbieding. Zo raar, want hij is echt heel mooi rood. En dit is echt een hele gekke kleur. Ik vind dat hij iets te veel tekent. Ja. Maar de kleur is echt heel mooi. Alleen dat zie je dus niet. Dit blouseje is 11. Maar ik vind de stofjes echt heel te dun. Want kijk, je ziet... Je ziet alles erdoor. Misschien moet ik deze... Ja, ik had best wel wat... Ik had redelijk kleine maten gepakt. Dus misschien heb ik toch wat groter moeten doen. Ik vind het wel een mooi blouseje. Maar je ziet het ook gewoon, die pant. Het is een beetje cheapy. Ik heb wel eens bij een paar mijn topjes gehad dat ik echt dacht van wauw, het is echt mooi. Maar dat vind ik bij dit niet, denk ik. Dit blouseje is 13. En dit vind ik dus meteen een veel mooier stofje. Het is echt een lekker zacht stofje. Ik vind het best wel vlot staan. Ook heel leuk voor mijn werk. Lekker luchtig. Goed model. Ja, deze vind ik echt leuk. Ik hou er ook van dat die mouwtjes lekker kort zijn. Hier voel ik me helemaal chill in. Ik vind hem ook mooi. Ja. Deze trui herinneren jullie misschien nog wel. Die heb ik al een keer gepast ook. En ik had hem toen gekocht in het paars. En ik mocht ze van mezelf toen niet alle twee kopen. En ik dacht, want die paars was daarna in de sale. Echt super jammer. Echt een week erna. En ik dacht, als deze ook in de sale komt, want die was niet in de sale, dan koop ik hem. En hij was weer mijn maat. Hij is nummer 7. Ik ben vet blij, want ik vind het ook voor zomer echt heel leuk. Love deze trui. Ik ben zo blij met die paars. Dus ik ben heel blij dat ik hem nu in het roze heb. Dus deze ga ik zeker nemen. Oké, ik heb nu mijn trui eronder aan, want ik heb dus geen topje bij me. Ik moet echt een topje gaan aan de voortaan. Deze is nu afgeprijsd voor 7. Ik vind hem niet heel mooi, maar ik dacht het is lekker op mijn werk misschien. Maar... Ja, je moet even denken dat hier gewoon een hemdje onder zit. Maar hij is niet echt mooi, toch? Ik vind hem niet mooi, nee. Nee, ik vind dit echt niet boeiend. Deze is nu ook 7. En volgens mij heb ik deze wel eens op Instagram op een boemerang aangehad of zo. Maar ik dacht van ja, hij is best wel een beetje pyjama-achtig. Maar het is wel heel lekker. Alleen ik heb hem dus ook in een andere kleur. Of niet? Oh, die heb ik nog in mijn mandje zitten. In het bruin. Dus als ik het neem, dan neem ik er maar 1. Want ik denk dat dit zeg maar wel van pas kan komen. Het ziet er nu niet uit natuurlijk met die trui eronder. Maar dit met het leuke hemdje eronder. Als het een beetje koud is. Het is echt een heel onhandig pashoekje trouwens. Ik denk voor 7 euro dat ik dit wel heel lekker vind, zo'n vest. Ik twijfel, omdat ik vind hem niet heel leuk. Wat zouden jullie doen? Ja, hij zit wel echt heel lekker. Ik vind dit wel heel leuk. Kijk, hij is niet heel mooi afgewerkt of zo. Ik pas ook nooit broeken, want ik haat het. Ik pas net niet in deze 42. Het ziet er echt niet uit. Hij gaat niet dicht. Maar ik vond hem wel leuk of zo. Hallo. Oh. Ja, of ik hem in de maat groter ga nemen. Nou, het staat niet echt heel veel thuis, denk ik. Ik weet het niet. Ravage. Deze broek is dus ook van Primark. En die, dat is dus volgens mij ook een 42. Maar die zat zo top, zeg maar. Kijk.
Het was echt zo'n goede booty jeans. Maar nu zakt hij zeg maar heet het af. Zo. Dat hij nu dus hier een soort uitgelubberd is. Maar die broek was zo top. Maar ik heb het ook met Zara broek altijd. Na twee keer zitten ze gewoon niet meer goed. Ik weet niet of ik nu weer naar Primark ga. Ik zie het wel. Als je het leuk vindt, even je duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je meer van mij wilt zien. En dan gaan we nu winkelen. Ik hoop dat er een beetje zeg maar sale op sale is en zo. Dat vind ik altijd wel leuk. Oké. Okay. Ik ben de Zara en ik ga broeken passen. Ik zocht gewoon normale broeken, maar echt, er zijn alleen maar sale broeken. Het is allemaal in 42. Nu had ik ze niet gepassen, maar ik ga het gewoon proberen. Het is echt gênant. Deze past niet. Deze past niet. Ik vind ze ook niet eens mooi. Maar dit zijn van die hele stugge broeken, weet je wel, die niet skinny zijn. Ja, ik moet echt een skinny hebben. Ik dacht dat dit skinny was, maar nee. Het loopt dus wijd. Kijk even hoe lelijk. Oh, maar broeken, ik koop zeg maar niet broeken die ik leuk vind. Ik koop gewoon een broek die past, want broeken passen mij gewoon nooit. En ik haat broeken passen. Oh, zo lelijk. Ik had een stompjes hier van krijgen. Jeetje, wat lelijk. Ik vind hem sowieso niet mooi. Oké, dit past maar. Oh, je ziet het al. Kijk hoe lelijk dit. Oh, wat lelijk. Dit is een high waist. En op zich kan ik wel high waist broeken gebruiken. Echt high high. Mega high. Maar dit, oh wat gênant, wat lelijk. Hij zit wel lekker. Maar kijk, dit kan niet. Enorm, je ziet dit gewoon helemaal zitten. Ik vind het wel jammer, want hij zit wel lekker. En omdat hij dan zo hoog is, zakt hij ook niet zo snel af. Dat is lekker met mijn werk. Hij is ook maar 13 euro. Nee, maar kijk, dan moet ik hem altijd met iets langs dragen, zoals dit. Ik zie ook al nu al, kijk, nu zit hij hier wel goed. Maar ik merk nu al dat hij dan gaat lubberen. Denk ik. Ja. Ik vind de kwaliteit dat het een beetje snel uitlubberen. Deze past ook. Deze kost 13. Is ook net een beetje hoog water, zeg maar. Ook een beetje dit. Omdat zo'n dun stofje is. En hij is low of medium. Mid-waist. Maar ik heb echt een broek nodig. Voor 13. Is hij misschien wat chill. Ja, ik vind dit heel lelijk als je dit hebt. Waarom? Waarom is dat? Nou ja, hij zit niet super mooi. Ik denk eigenlijk, als ik eerlijk ben, dat deze na één keer was er niet meer lekker zit. Maar misschien doe ik het er gewoon op wagen of zo. Voor dit geld. En ik heb het nodig. En er is gewoon niks. Dit topje van 3 euro. Maar dat is veel te strak voor mijn wat ik fijn vind. Dit soort trui topje voor 10, maar hij was eerst maar 13. Op zich vind ik alles wat zwart is altijd wel leuk. Niet geweldig. Ik heb zo'n soort topje met allemaal kruiltjes en die heb ik echt maar één keer gedragen. Ik vind deze wel leuker dan die ik heb, maar ja. Hallo Charlotte. Ik weet het niet. Ik vind hem ergens toch wel leuk. Wat vinden jullie? Het is wel een lekker modelletje hoor, voor mij. Ik denk dat ik hem wel neem eigenlijk. Zo, deze twee neem ik denk ik. Jongens, wat een faal. Mijn batterij is dus leeg. Dat wist ik helemaal niet. Dus dit wordt echt een Kozakkie shoplog van meerdere dagen achter elkaar. Ik denk dat ik de broek trouwens toch niet neem. Want ik buk één keer en ik loop meteen weer te hijsen. Hij zei, wat hij zo stretchy is, zit hij zeg maar heel erg los. Maar het maatje kleiner pas ik weer niet. Dus het slaat echt nergens op. Jongens, hoe geweldig zijn deze schoenen? Is dat een echt leer? Dat is nog maar één maatje. 40 euro. Echt jammer, anders had ik ze echt meegenomen. Oké, nog heel snel. Ik heb deze jas en hij is afgeprijsd naar 60. En ik vind dit ergens heel mooi staan. Maar ik heb wel weer veel fluffy jassen. Maar ik vind hem wel echt heel mooi. Lastig, wat vind jij? Deze blouse is 16. Hij was serieus eerst 40 euro. Ik vind hem ergens een beetje stijfjes. Oh, ik moet echt snel praten, want hij kan ook wat uitvallen. Maar ik denk dat ik hem toch wil, omdat je dit heel tof kan stylen of zo. En ook omdat hij zo goed afgeprijsd is. Ik denk echt dat je dit heel vet kan stylen. Het is echt wel echt zo'n mannenoverhemd of zo, ik weet niet. Ik vind hem heel leuk. Niet zo, maar ik denk dat hij heel leuk kan zijn. Ja. Deze trui is 16. En ik dacht dat hij oversized was. Nee, dit is niet wat... Ja, ik vind hem ergens wel mooi hoor. Ik moet echt een keer een goede BH gaan aantrekken als ik dit soort kleren ga passen. Het is echt wel een mooi dingetje. Oh, dit is zo lelijk, zeg maar. Nee, maar ik denk dat ik het niet veel ga dragen.
Deze is 6 euro. Dit is weer hetzelfde geval. Nu vind ik het zo mooi. Maar het is echt een heel lekker stofje. En ik denk dat ik dit ook heel leuk kan combineren. Toch weer, ik zeg altijd, ik doe niet in mijn broek. Maar misschien moet ik dat toch maar gaan doen. Kijk, voor 6. Het is toch wel echt een mooi topje. Zo'n heel mooi stofje. Dat vind ik gewoon wel handig om te hebben ofzo. Daar ben ik. Ja, ik denk dat ik deze wel wil. Laatste, mijn batterij is er nog. Deze is 16 en ik vind het best wel een mooi truitje. Deze komt me bekend voor, alsof ik gewoon een keer heb gepast ofzo. Volgens mij zei ik toen dat hij te kort was, kan dat? Het is zo'n lekker truitje. Echt wel mooi. Echt zo'n heel lekker goed stofje. Net een beetje kort. Ja, dankjewel. Net een klein beetje kort. Hi jongens, het is nu een paar dagen later en ik ga nu weer, dus ik ga mijn, dit is niet zo mooi, mijn pasokje shoplog vervolgen. Maar ik wou nog even wat laten zien wat ik had gekocht toen mijn camera uitviel. Op de mannenafdeling had ik dit spijkerjasje gekocht. Legerjasje gekocht en dat was nummer 18 euro en eerst 40 geloof ik. En ik vind hem gewoon echt super tof. Kijk. Echt gewoon zo'n typisch spijkerjack, dus super leuk. Dit jasje had ik eerder ook al gezien, maar die was 50 euro. Ja, en nu was hij maar 20, dus ik vind hem echt super leuk. Alleen ik twijfel omdat hij wel, ik hou van oversized, omdat het dan wat langer is. Maar hij is niet echt lang, hij is gewoon heel groot. En ik heb al best wat jasjes, dus ik ga nu dus weer naar Zara. Ik dacht heel misschien moet ik hem terug gaan brengen eigenlijk. Ik denk niet, hij was er een maatje kleiner, maar ik had in de winkel aangedaan. Ik vond dit een leuke maat, maar kijk, hij kan zeg maar echt dicht. Dus ik weet het niet helemaal. Ik ga hem meenemen en ik denk als er geen kleinere maat is dat ik het dan niet ga omruilen. Dat ik hem dan gewoon hou. Dus oké, ik ga even een trui hier overheen doen. Ik twijfel even, want ik heb deze schoenen dus net in een schoenenshoplog laten zien. En ik heb ze dus alleen nog maar thuis gedragen. Ik vind dat het niet heel mooi staat bij mijn benen. Dus als ik ze nu aandoen, moet ik ze namelijk houden. Maar ik doe hier even een trui overheen en dan ga ik. Bijna vergeten, ik had dus ook dit gekocht. Dat was van 40... Oh, dat ziet er niet uit, omdat dit ook een peplum is. Dat was van voor 40 voor 13. Maar het was er dus niet in mijn maat. Het hoorde dus een jurkje te zijn, maar dat kan dus niet, want het is te klein. Dus ik dacht, ik neem hem mee misschien als blouseje. Ik vind hem echt wel leuk, maar het ziet er niet uit. Het moet echt als jurk. Zeg maar echt. Dan is het echt heel kort trouwens. dus die ga ik ook terugbrengen. En ik had ook een broek. Die had ik gepast, maar die was weer zo heel erg baggy. Dus die ga ik ook terugbrengen, maar die ga ik niet meer laten zien. Dus oké, nu ga ik echt. Ja, ik had ook nog deze muts gekocht, maar waar dit op slaat weet ik echt niet. Kijk. Het is veel te dik bij het uiteinde. Het was van 13 voor 4, maar die ga ik ook gewoon terugbrengen. En ik ga deze lipsticker afhalen, want ik vind het niet mooi. En dit is mijn outfit. Superleuk. Deze draagde ik toen een pashoekjesblog. Ik heb een rokje onder, omdat hij net een beetje kort is. Wat vind jij van deze schoenen, Rip? Want ik twijfel dus als ik ze nu aan de moek zou houden. Het staat niet mooi bij mij, hè? Hè? Staat niet mooi bij mij, hè? Weet je, die bokkenpoten. Ja, die krijg ik voor bokkenpoten. Ja, dan moet ik ze niet nemen. Ik vond deze ergens zo tof. Al de hele tijd, en hij is nu afgeprijsd van 70, wat ik echt veel vind, naar 40. Maar de grootste maat die ze hebben is een M. En trouwens, deze jas is nu dus, voor mij was hij 60, hij is nu dus 40. Maar ik vind hem toch niet zo leuk eigenlijk. Oké, ik ben bij de Pull & Bear. En dit pashoekje is echt super chill. Ik was net ook al bij de Zara, maar ik zag eigenlijk niks meer. Het was zeg maar echt die laatste sale, dus echt alleen maar van alles nog één, weet je wel. En hier zag ik ook niet zo erg veel. Ja, deze is 2 euro, dus vandaar. Ik vind deze dus echt geweldig, maar ik vind hem een beetje duur. En nog, ja, ik kan echt niks leuks vinden, dus ik ga in ieder geval niet meer op zoek naar sale items, want dat is echt een beetje voorbij. Ja, dit shirtje is dus maar 2 euro en hij is lekker zacht. Maar hij is echt heel saai. Alleen ja, ik denk, kijk, als je het in de zomer in een shortje doet, is het al super leuk. En als pyjama, dus waarom niet voor 2 euro. Mijn haar was echt helemaal stijl en deze trui maakt het helemaal blij, dus hij is super statisch. Plus, ik vind hem nog steeds heel erg leuk, maar hij is voor mij net een beetje te klein. Hij is overigens wel heel lekker zacht, maar hij is net een beetje klein. Kijk, op mijn buik loopt zeg maar tot hier. Maar daar ben ik eigenlijk wel blij om, want ik vind hem net een beetje duur. Ik vind hem wel echt heel erg cute. Ah, oké. Kijk, deze trui. Het is dus een crop top. Dat draag ik nooit. Ik vond de stof leuk. En ik vond de kleur ook mooi. Maar ja. Dat draag ik dus niet. Het is hier donker. Nou ja. Dit is
is een Chanel vest. Ik heb er zeer geen topje eronder, dus ik doe hem even zo. Hij is... Waarom is het zo donker? Zo beter. Kijk, hij was er dus niet in een L. Ten eerste is hij dus van Chanel. Ten tweede is hij groen. Heel mooi groen. En ten derde... Het is dus een M, maar hij is niet te klein. Want ik heb hem nu dus wel dichtgeslagen. En kijk, hij gaat ook over mijn bil. Maar hij is wel €20, wat ik best wel duur vind voor de einde sale, zeg maar. Ik denk dat ik hem wel echt wil, want hij zit super lekker. En ik vind hem qua pasvorm eigenlijk perfect. Kijk, hij is hier zo dit. Ja, ik denk dat ik... Ja, ik vind hem echt heel mooi. Kijk, ik heb even mijn rokje hoog getrokken als topje. Moet ik hem niet te laag doen. Maar dan, kijk, het is echt... Ik vind hem heel mooi. Dit is dus wat ik nu draag. Ik had het niet zo goed laten zien. Dit is gewoon een rokje van H&M, heel oud. Gewoon een panty. En deze van Esprit, die schoentjes. En dit is die Primark trui. Uit mijn... Pas ook die shoplog. Kijk, ik had hem gisteren gewoon zo thuis, maar dat kan net niet. Dus net dat rokje eronder. Ik vind het echt heel leuk. Ik denk dat ik even bij de H&M ga kijken. Ik sta nu helemaal aan het einde geparkeerd bij Almere. En dat ik daarna toch maar even naar Primark ga. Even kijken wat daar is. Jongens, ik ben in de Primark. Dit, echt. Ik ga het niet passen, maar echt, I can't. Dit is zo schattig. Wat kost het? €18, echt. Cute as fuck. Oké, jongens, ik ben in de Primark. Het is hier zo stil dat het ongemakkelijk wordt. Ik ging net ergens naartoe helemaal achter. En mensen zitten serieus seks te hebben in een pashokje. Ik hoorde alles. Ze gingen giechelen. Ik had eerst niet eens door dat er iemand recht tegenover me zat. Ik doe mijn hokje op. Ik zie gewoon... Oh, ik vind dat echt heel erg nasty. Ik ga passen. Ik vind het allemaal echt een beetje tegenvallen. Dit is het laatste wat ik ga passen. En dan denk ik dat het even duurt voordat ik weer een pashokje op vlog opneem. Want... ik vind dat het een beetje saai is allemaal. Het shirtje is €5 en ik pakte hem, omdat hij volgens mij, wat ik bij Anoushin wel eens zie, een beetje lijkt op zo'n Gucci shirt. Ik vind hem niet heel bijzonder, een beetje stijfjes. Maar als het daar inderdaad op lijkt, vind ik het voor €5 wel leuk om mee te nemen. Misschien heb ik inderdaad een beetje te groot gepakt, maar ik denk dat het deze is 11 en ik draag dus geen crop, dat zeg ik net, maar ik wil hem gewoon even proberen. Ik heb hem een beetje te groot gepakt. Ik draag dat dus niet, maar ik wou het wel even laten zien, want het is echt super leuk. Hij is ook in deze kleur en deze vind ik misschien nog wel leuker. En ik baal echt enorm dat hij niet lang is, want ik vind het super leuk. Ik draag dit niet omdat ik hier een buikje heb en dan draag ik dat gewoon niet. Ik vind het echt heel leuk. Lusje is 13. Hij lijkt best wel erg op die donkerblauwe die ik heb gekocht. Ik denk misschien, hij lijkt ook op die blauwe van Zara. Maar die is echt wel veel stijver. En het is gewoon een lekker luchtig blusje. Ik denk dat ik hem wel neem. Ja, het is ook wel een beetje pyjama-achtig. Maar... En als laatste, er was weer een nieuwe Pusheen trui. Die vorige week terugbracht. Ik vind deze kwaliteit wel iets chiller. Maar kijk, ik wil het gewoon steeds passen. Want ik ben echt fan van Pusheen. Maar ik draag dit niet, dus... Ik wil het gewoon even weten. Misschien stond het wel heel leuk, maar... Ik ben ook een beetje... Mijn moed is een beetje... omdat ik gewoon eigenlijk niks leuk vind. Dus ik ga ook gewoon lekker stoppen. Oké, jongens, dan met mijn pashokjes op blog. Misschien een beetje chaotisch met al die verschillende dagen. Maar ja, als je niks kan vinden, ik ga niet geforceerd doen. Ik hoop wel dat jullie het leuk vonden. Zeker je duimpje omhoog als je wel nog meer pashokjes op blog wil zien. En dan wil ik je erg bedanken voor het kijken. En tot volgende week 9:00. Doei! Trouwens, kijk, ik heb deze slippers gekocht. Ik heb mijn panty nog aan. Kijk. Ze zijn €8. De grootste maat was 40 en ik heb 41. De Primark soms was 42, maar ik paste ze wel. Superleuk. Cute. Leuk hè? Dankjewel.